bar zeg maar, die kun je ook neerzetten. Ja. Als je USB doet, dan kun je dus ook aan de voorkant veel auto doen, waardoor je dus de foto maakt. Of een andere kleur, maar je had ook... En daar zit ik weer bij Tel Aviv samen met Michael. Hey, hoi. Hallo, lekker. Ja, lekker. Een nieuwe vlog. Wij zijn Carin en Roderick. Roderick en Carin. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 3 december 2023. En het is nu 2:50. Ja, in de middag. Ik ga eventjes een kleine vlog maken. Eventjes een beetje editen. En dan wacht ik eigenlijk op een appje van de buurman. Want dan gaan we er zo meteen lekker van tussen. Ja, en waar naartoe? Dat zien we zo meteen. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier bij deze gloednieuwe vlog. En dat weten ze hier. Oh, nou, er was iemand zo lief voor mij. Ja, ja, kijk, hier, zo lief. Zo lief? Ja. Kijk, en dan moet ik nog deze even opendraaien. Niet! Nee. Nee, kijk, straks komt er deze lucht eruit of zo. Lekker toch? Ja, dat is waar. Nee, kijk, ik heb hier dus een app. Nee, maar ik weet ook niet of je dan dingen hebt. Kijk, ik heb hier dus een app. Ja. Dat is Tampon, dat is van dit. Ik kan het even lekker... en dan starten met tanken. Ik heb alles toen al ingevuld. Nou, hartstikke mooi. Dat. Helemaal goed. Wat denk je nu? Ja, dat en dat. Nee, 98. Al deze altijd. Ja, nee, maar dat zeggen we 98. Nee, 95. Nee, serieus? 95. 95. 98 is ook goed hoor. Ja, maar kijk, ik rij heel veel. En als je veel rijdt, maakt het niet uit. Als je weinig rijdt... Nee, niet gedaan, want je optaan gewoon is anders hè. Yeah. Als jij nu rijdt zeg maar, en je geeft gas, dan heeft je ook wat meer pick-up zeg maar met de anderen. En bij 95 zit een... hoeveel? Ja, nou 15% water in ofzo? Ja, alleen ik ga geen €2,14 betalen. Ik niet! Nee, ja. Maar ja, dat is mijn geluk dat ik op de gas rijd, hè? Ja, jij wel, ja. Nou, wat moet ik doen? Oh, ja, jij wel, ja. 18 euro? Oeh. Maar dat is een verschil. Want kijk, ik bedoel, wat jij nu tankt, ja, is al wat ik nu al moet... Eigenlijk, nou ja, ik zit nu al 20 euro minder dan jou. Ja, ik niet. Nou, hey, als je van je auto houdt, kun je altijd ombouwen, hè? Ja, ik weet het. Maar dan ben je echt wel wat kwijt, zeg maar. Dat is toch gek eigenlijk? 50 euro zeg maar voor 50 minuten. En dan heb ik 31 cent korting. Het is koud, mensen. Het is koud. Ik ga betalen. Ja, en nou is mijn eigen lieftallige man er niet bij. Nee, maar Michael is er wel bij. Ja, gezellig. Dus even kijken of er nog wat in de bak zit. Hey, alles goed, jongen? Mooi. Nee, er zit niks in de bak. Ja, rijstepap. Nou, dat vind ik niet lekker, nee. €1. Ja, maar wat is dat dan? Ik bedoel, dus dat is een... gemaakt met melk of zo? Ja, klopt. Ja, zie je wel, er zit melk bij, 10% rijst. En dus gewoon een bol maar maken met rijst en dan dingen erop gooien. Ja, tuurlijk. Ja, wat is dat? Maar dit is ook voor tussendoor, hè? Dus niet ja, dat je zegt van... Nee, ik weet het. I know. En ik lust wel rijstepap, alleen dan moet ik het zelf maken. En dit is ook nog 4,2 hè. Dus je krijgt last dat je bijna op 2 glazen neemt op je 8 gram suiker. Ja, ik weet het. I know. Nee, dat vind ik te veel. Maar als ik dus dat moet gaan maken, dan moet ik al gewoon sowieso een lactosevrije melk pakken. Ja, maar dat is... Oh ja, dat heb je nu ook van Melkunie of zo, ja. Nee. Melkunie niet. Maar dan maak ik het zelf. En dan ga ik rijst koken. Nee. Wat je zegt, die melk. Lactose, dat hebben we niet. Nee. Ik zat er gisteren wat was nou van Jumbo of wat was het? Ook vindt het ook. Lactose van. Ja, maar niet van Melkunie. Nee? Nee. Wie dan? Nee. Winkelen en ik? Ja, in winkelen is nog leuk, joh. Oh ja, is toch gezellig? En met de buurvrouw winkelen. Kijk, dat vind ik nou wel weer mooi, hè. Alleen ik doe het zelf niet thuis. Kijk, dit. Ik vind het heel mooi zelf gewoon hier gemaakt, maar... We gaan lekker doorlopen. Ik vind het heel mooi gemaakt, maar zelf thuis? Nee, begin er niet aan. Nee. Kijk, net zoals Optimel, dat is allemaal lactosevrij dit. Stinka, zegt hij ook nog. Maar hij heeft wel 43 erin, dus dat zou je nog kunnen mengen. En dit is nog goed ook. Kijk. Nee, ja, tuurlijk. Nee, maar ik bedoel... Maar dat zie je ook. Ja, nee, maar ik bedoel, normaal hebben ze ook van die dummies erop, maar... Ze hebben gewoon gezegd, van, weet je wat, we zetten gewoon erin en... Ja. En dit is koffie of zo. Ik weet niet welke dat is. Dat weet ik ook niet. Geen idee. Nee, maar dit is dus... Dit is dus... ja, hij moet er langs, ja. Graag gedaan, jongen. Kijk, nee maar, schat. Optimel, dat is allemaal lactosevrij. Dat is ook in principe lactosevrij. Maar waar ziet het op dan dat het is? Want er moet er eigenlijk dan soort van een kool op staan, weet je. Van oké, bijvoorbeeld dit beetje of oké, hier ga je een schijf van en daar misschien niet. Niks op. Je ziet dan hier, zie je paar dingen. Nee, maar ik weet dat namelijk van... de obesitaskliniek. Ja, oké, maar... Maar als je het niet weet, dan is het moeilijk. Ja, ik weet wie er wel of niet. Waarom niet? Zo, ik ben dus lekker in de mal. We zijn lekker aan het lopen. En achter mij... Net naast. Waren er een paar jongelui die hadden zoiets van... Nou, en we doen hem wel even een aap na. Ja, dat zagen we. Nou, hier heeft dus vroeger dus namelijk een V&D gezeten hier. Ja, deze week wel. Ja. Want dit vind ik gek. En dit is zo mooi, hè. Oh, de tandjes. En toen waren we lekker in de Xenos. Xenos. Wat hebben ze hier? Voor iets leuks. Ik voel me oud. Nergens zo nodig, joh. Ik wil maar gewoon gaan halen. Maar is... Ja, nou? Nee. Tuurlijk, joh. Nee, die dingen die zuig ik op de hele dag door. Vroeger nam ik echt zoveel vanaf. Niks leuks. Nee, helemaal niks. Jep. Ja, echt, hè? Je moet eigenlijk op de auto op de achterraam plakken. Nee, joh. Gek. Maffie. Echt niet. Nee, wauw. Nee, joh. In plaats van als je bijvoorbeeld een ruitenwisselbal hebt, heb je dan dat ding. Dus... ik zou bijna doen, maar... Oh, die dingen die zuigen ook. Jezus. Wat grappigste is, ik had dan best een Turkse zaak. Kom hoor. Ook de Turkse winkel, zeg maar. Ja. Dan heb je ook deze. En die, ja. Echt, die had ik hele avond van zijn film kijken. Oh man. Dat is ja. Zo'n knijper erbij en dan bleef ik gewoon doorgaan. Ja, klopt. Daarom mag ik echt niet komen, want als je ziet wat je al hebt. Dat te veel. Leuk man. Dit is ook een gaaf. Ik weet niet meer waar het voor was. Het zijn van die soort... Ja, iets om warm te houden, dacht ik. Wie het zegt, mag het zeggen. Wie het weet, mag het zeggen. Waar is het eigenlijk voor bedoeld? Het is om op te warmen, zeg maar. Dan doe je thee dicht doen of met iets. Ja. Om te zeggen van het mag wel uitroken, want er zit wel hier bovenaf een... Ja, Mexicaanse cola. Dan heb je een medium en dan heb je ook nog een large. Ja. Bro. En geklontje gember. Dat was ook. Deze spijs. Oh, is je spijs challenge? Oh, nee, niet voor mij. Eeuw. Gekkie. Bla. Ja. Nee, nooit spijs gehad. Als ik al deze zou hebben, zou ik over mijn nek op gaan. Ja, ik ook. Nou dan, en dan zit ik al gelijk aan de scheiterij. Moet ik hem niet hebben. Lijkt me niet handig nu. Nee, dat is echt een knal van ADD hebben of zo. Oh, die zijn kikkel. Ja, die. Ja, joh, laat vallen. Helemaal goed. Alle zegen komen ervan. Boven, toch? Ja. Ja. Maar dus wat gaan we hier? Wilt u erbij? Oké. Okay. Ja, die is wel duur. Dat is echt jammer. Voor 85 euro kun je gewoon heel jarig maken als je wilt. Ja. Je gooit gewoon zaterdag in. Ik weet het. En het leukste is, je kan hem ook nog rijden ook, hè. Dus als het klaar is, zeg maar, of een pop, is het groot probleem. Ja. La 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 la. Als je koupoeder hebt, kun je het ook nog op andere smaken zetten. Een wassteeltje. Maar dan ben je bij de Action nog goedkoper, waarschijnlijk. Deze is 2,99. Ja, nee, dat is goed. Wat is dit? Wat is dit? EHBO-setje. Nou, er zit ook... Eens even kijken wat er eigenlijk in zit. Eens even kijken wat er eigenlijk allemaal in zit. Ik ben benieuwd. Een EHBO-setje. Wat zit er eigenlijk allemaal in? Wat zit er allemaal in eigenlijk gewoon? Voor 6 euro. EHBO? Ja, EHBO-setje. Als het goed is moeten daar krippels in zitten om ze uit te trekken. Ja, er zit genoeg in. Nee, en er zit geen deken in. Nee, voor de deken. Nee, en die is al half leeg gehaald. Ja, nee man. Oh, alleen dan is het echt een pleister ondersteuning. Nee, kijk maar hierin. Kijk maar. Ja, nee, ik zit zo. Nee, dat is gewoon pleister ondersteuning. Dus dan heb je, ja, maar dan zeg je dan dit om vast te zetten. Ja. Dat is ook niet heel veel. Nee, dat zeg ik. En dat voor 6 euro. Ik vind dat een beetje duur. Nee maar, nee, maar dit is dan op zich redelijk, want ze zijn niet al te groot. En dit is een 90 centimeter op zich. En dit zijn kleisters en dit is voor en verband, ja klopt, weet het. Nee, dan moet je die van Action hebben, die blok. Ik wait. Gelukkig wel. Ach ja, wij gaan nog even lekker verder kijken. Ik volg jou. Ik volg nu jou, meneer. Ik volg nu jou. Tell me. Je hebt... Ja, vertel. Ja, nee, ik zit te zoeken. Je hebt van die leds... Kijk, je hebt dan deze, zeg maar. Dat zijn gewoon die bars, zeg maar. Die kun je ook neerzetten. Ja. Als je USB doet, dan kun je dus ook aan de voorkant van je auto doen. Waardoor je dus de foto maakt of een andere kleur. Maar je had ook nog... Anderen die kon je gewoon letterlijk in je auto douwen. Ja, waarschijnlijk en bij de autoafdeling. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Kut. Ja, nee. Nou, zeg. Dan kom je dus led tegen en die andere. Want ja. Dit ook. Gewoon eigenlijk je lichtbar. Ja, klopt. Dus gewoon gek heeft. En voor je monitorscherm. Ik weet het. Even kijken voor mijn vader. Want die heeft altijd problemen met licht. Hij is dan... niet zo van de type, zeg maar. Dus hij moet gaan typen en dan ben je 3 kwartier bezig. Ja, dan ben je heel erg lang bezig, ja. Nou, ik ga eens even kijken. Nee, ik zag die biet staan, maar dat is dezelfde. Ja, oké. Okay. Nou, eens even kijken bij de autoafdeling. Helemaal goed, helemaal geweldig. Hé, ja, douw er gewoon tussendoor hier. Hé, joepie de poepie. Deze, ah nee, heb ik geen zin in. Zo, autoafdeling. Hé, autoafdeling. Ik heb niet gezien. En dan let eronder. Ja, kijk hem op. Spinning News. Meer dan 80 is het klaar. Kindersportauto. 80. 79, 97. Nee, nou bedoel ik. En deze heb ik al niet eens meer, hè? Zo. Ik heb hem altijd. Kom maar. Ik heb hem elektronisch. Ja. 1 keer instellen en je bent klaar. Je hebt deze, interieurlights, die doe je nou opplakken. Dan krijg je dus ledjes erop. Ja. Dus die kun je ook zeggen van oké, is goed. Je verlengt met een hubkabel. En degene die ik bedoel is en deze. Dat is echt, zeg maar 2 keer, die zet je dan eigenlijk als een ledstrip. Als een R. Kun je hem ook zien? Nee. Jawel. Ja. Maar die heeft wat meer ruimte. Dus deze kun je echt instoppen. En die kun je dan zeg maar als, je weet toch als tekenverlichting. Ja. Want die zag ik, deze is 10 euro en die zie ik nu ook voor het eerst op de nieuws. Die ken ik ook niet. En deze zelfs zijn ook weer een andere. Ja, klopt. En die zet je dan eigenlijk op USB, ja, maar allebei. En buiten. Dus ja. Dan zou je bijna kunnen zeggen van, omdat je ook USB 8 hebt, zijn we helemaal nog. Nee, ja, klopt, ja. Dat is toch gek, 9 euro. Ja. Het is allemaal zo kapot, hoor. Vaak zijn die ja, tuurlijk, er gaan ze snel kapot. Nee. En die andere hub die we doen is... Ja. Als we hem hebben nog, hoor. Ik denk het niet. Zo, ja, oké. Okay. Niet deze dan, maar een andere. Maar ik had... Oh nee, dat is bij Gamma. Gamma heb je eentje met ook USB op één kant en dan heb je drie. Maar deze is ook nog lang. Ja, okay. Deze gaat nog tot 2.4A en 6, zeg maar 6 ampère. Dat heb je nooit nodig. Nee, oké. 6 ampère, dat kun je bijna gewoon dicht moeten gooien. En dan kom je vanaf steken. En dit is weer folie of bescherming. Ja, nee, die heb ik niet. Die is kut, deze is kut. Dan laat ik het liever doen. Eigenlijk wil ik zo één hebben, maar dan met... Ja. Voor de hond, weet je nou? Die andere, voor de achterbank bedoel je? Nee, voor de voorbank. Oh. Weet je nou? Je hebt deze, maar dan andere stof, leer. Die heb je niet. Nee, klopt. Moet ik een keer bestellen misschien. Want dit is ook een makkelijk. Alleen als hij erop gaat zitten, met zijn fietspoten. Ja, dan is hij heel snel vies, ja, dat klopt. En eigenlijk moet ik deze ook onderin gooien, maar daar heb ik geen zin in. Die had ik ook, maar toen dacht ik, ah, laat maar. En daar zit ik weer bij Tel Aviv samen met Michael. Hey, hoi. Ja, gezellig. En ja, ze zijn lekker druk bezig. Helemaal top. Helemaal house. Toppie. Dus, en wat heb ik besteld? Ja, ik heb een kapsel medium besteld. Yes. Yay. En Mike deze. Helemaal goed. Top. Helemaal goed. En lekker drinken. Gezellig. Jingle all the way. Wacht, dank je wel. Nee, maar dat is best lekker. Lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Lekker. Ja, we lopen weer lekker buiten met de honden. Het is een beetje wit. Wit. Een beetje, zegt hij nog. Ook nog. Hij leidt lekker, hè? Dan wachten we de daken zijn nu. Ja, dat is in de ene wat zeker is. Gezondheid. Gezondheid, schat. Lekker, dames. Lovely. Kom eens. Kom dan. Doei. Ga mee. Doei. Hey. Hi. Gefopt. Jammer, joh. Het is leuk geweest als Tycho ging remmen en op de dek ging. Tycho, doei! Kijk eens, kom eens hier! Kom dan! Kom dan! Hey. Bijna. Hij heeft één keer gehad, het is de ijs op de dek ging. Joei! Lekker aan het spelen, helemaal goed. Lekker aan het lopen! Hey. Zullen we doen? Kom! Dit hier! Nee! Nee! Nee, kom. Hier, lof. Beauty bedoel ik, zo. Goedemorgen, kom. Deze kant. Beauty, hier, kom. Nee, gaat hem niet worden. Ja, dat vind je nou leuk, hè? Kom hier. Kom, voor hoog, kom. Ja, ga hoog. Ja, Lady, kom. 1, 2. Ja, hoog. Lovely, hier. Hoog, kom. Kom hier. Ja, kom, kom, kom. Hoog. Kom, hoog. Hi. Hi. Rennen naar boven dan. Nee. Ja, nog meer, nog meer. Nog meer. Doe dan. Doe dan. Kom dan, 1, 2. Ja, doe dan. Kom. Nee. Dat blad lukt, hoor. Ja. Nope, ik geef haar gedaan. Nee. Nee. Hier, dames, kom. Hoog. Hoog, kom. Hoog. Goed zo. Hier blijven. Kom. Lof. Kom eens hier. Lof. Kom hier, hoog. Ja, hier blijven. Dank je. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Ciao.